Dit zijn mensen die te vroeg juichen. En deze gast speelt 3 op een rij tegen zijn kat. Oké, zijn kat die deed daar. Hij doet daar een kruisje. Dan doet zijn kat daar weer een rondje. Oké, hij doet daar een kruisje. Dan doet zijn kat daar een rondje. Wat gaat hier gebeuren? Oh, hij denkt nu al dat hij gewonnen heeft. Oh! Die kat heeft gewoon gewonnen met 3 op een rij. Nee, die kat heeft gewonnen. Maatje, juicht te vroeg. Oh, hij beseft het nu pas. Hij juichte te vroeg. Hij dacht dat hij gewonnen had van de kat. Stel je voor, je verliest van een kat met een IQ-spel. Ja, dan ben je niet heel erg slim. Dat kan ik je vertellen. Het is zeg maar natuurlijk bewezen dat wij slimmer zijn dan andere dieren. Dus gaat hij heel goed bij hem. Deze gast gaat ook te vroeg juichen. Oké. Okay. Hij wil de wereldrecord zetten, denk ik. Oh, oh, oh. Hij vergat de timer stil te zetten. En daardoor heeft hij het verpest. Oh, had hij anders het wereldrecord? Dat is natuurlijk de vraag. Maar dit is wel heel lullig. Gewoon puur omdat hij te vroeg juichte. Deze gast zit lekker te sukkelen in een rolstoel. En waarschijnlijk gaat dit fout. Precies wanneer hij juicht. Oh, ja. Ai. Oké, ik hoop dat hij voor de grap in die rolstoel zit. Want ik denk, na dit foutje kan hij letterlijk in een rolstoel gaan zitten. Oh, lekker bowlen. Let's go. Gaat hij een strijk gooien? Why, oh? Oh, hij zit al te celebraten van, yo, ik ga die strijk gooien. Oh, nee. Het is geen strijk. Oh, maar het was wel 9 pionnen. Alsnog best wel goed. Ik vond deze niet heel slecht. Oh, nee. X-throwing. Oh, dit is alleen Amerika heeft het, hè. Bang. Oké, hij gooit hem in de 3. Oh, ze was helemaal blij dat ze 3 punten had. En toen viel hij alsnog op de grond. Ze was wel aan het juichen. Oké, we hebben hier iemand die te vroeg juicht met golf. Oh, hij is al... Oh! Oh! Kijk, hij dacht, die gaat erin. Yes! Dus hij denkt, ik ga lekker juichen. Maar door dat juichen gaat zeg maar zijn stick omhoog. En zijn stick raakt de bal aan. Dus dat zijn gewoon letterlijk 2 slagen extra. Terwijl dat niet gehoeven had. Deze 2 mensen die willen een trickshot doen. Oh, hij gaat erin. Oh, en nu die? Oh. Dat gaat helemaal fout. Ja, dat was niet eens dichtbij. Het was niet eens dichtbij. Ze zijn helemaal aan het lachen. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Ik ben zwaar benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik heb geen idee wat daar zojuist is gebeurd. Het was een soort van te vroeg juichen omdat het Red Bull blikje zo erg misging. Waarschijnlijk was dat de clue van de video. We gaan door. Ik weet niet wat daar gebeurde. Touwtje trekken. Oh my god. Oké, dat heb ik lang niet gedaan. En ook lang niet gezien. De laatste keer was bij Squid Game of zo. Oké, ze zijn kaart aan het trekken. Ze zijn touwtje trekken aan het winnen. Ja. Oh, en hij is al helemaal aan het juichen. Wat? Oh, ze hebben nog niet gewonnen. Hij dacht al dat hij gewonnen had. En nu heeft hij keihard verloren. En daarom moet je zeker bij touwtje trekken nooit te vroeg juichen. Want nu heeft hij verloren omdat hij al was van ja, we hebben gewonnen. Nee, maat, je had nog niet gewonnen. Wanneer je te vroeg juicht. Hij is al helemaal van yeah, die bal gaat erin. Nee. De bal heeft besloten om er niet in te gaan. En hij denkt ook gelijk van ik juich niet hoor. Ik juich niet. Oh, hij krijgt de bal tegen zijn hoofd. Oké, die had ik niet zien aankomen. Dat maakt het wel extra grappig. Oh, we hebben hier iemand die Fortnite speelt. Zo, oké. Dat is een goede kill. Nice. Oh, nee. Oh, ik snap hem wel. Oké, laten we even opnieuw kijken. Toen hij killde, was hij echt zo van... Ja, hij was helemaal aan het lachen. En toen ging hij dood. Hij dacht wel dat hij gewonnen had. Ja, dat is wel grappig op zich. 4 eieren gebakken. Lekker. En daar heb je wat vlees. Oh, hij gaat een flip doen. Ja, dit gaat fout. Oh. Nou, het gaat niet fout. Dus alleen zijn hele ei is verpest. Maar het kon ook naast de pan gaan. Juich nooit te vroeg. Hij is helemaal van, ja, ik heb gewonnen. Nee, je hebt niet gewonnen. Je hebt niet gewonnen. Arme man. Oh. Besef dat door het juichen viel die, waardoor die de race niet wint. Dat is echt heel sukkelig. Een paardenrace. Oké. Deze gast denkt al dat hij de kampioen is. Nee. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar hij is niet de champion, dat kan je wel zeggen. En volgens mij was dit zo'n betbureau. Oftewel dat je zo van die weddenschappen kan doen. En ik denk, aan zijn notenoren is hij wat geld verloren. Terwijl hij net dacht, we are the champions. Oftewel, ik ben rijk. Nee vriend, je juicht te vroeg. Hij gaat de bal trappen. Bang. Oh, en hij mist. En de keeper denkt, ja, we hebben gewonnen. De keeper juicht helemaal. Maar de bal die stuitte terug de goal in. En daardoor is het wel een goal.
als die keeper gewoon niet gejuicht had en niet uit zijn goal rende van blijdschap, dan hadden ze de wedstrijd gewonnen. En nu niet. Dus hey, tip van de dag. Juich nooit te vroeg. We gaan door. Lesson. Never celebrate too early. Ja, precies. Dat is de les van vandaag. Juich nooit te vroeg. Ze juicht helemaal. Ze is helemaal blij met haar cocktail. Daar gaat ze spijt van hebben. Oh, you can smell it. Oh my gosh. Oké. Nee, ze is niet meer zo blij. Die cocktail is blijkbaar heel erg smerig. Ze juicht iets te vroeg met deze cocktail, want blijkbaar is ze er eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Oké, we hebben hier ISO speed. Oh, dit wordt leuk. Wat is dit? Oké, dat ging helemaal fout. Oké. Oh. Oh nee. Oh. Hij had letterlijk het moeilijkste level ooit gehaald. Maar omdat hij zo aan het juichen was, kon hij die simpele sprong uiteindelijk niet meer doen. En daardoor had hij alsnog gefaald. Oké, dat kan ook echt alleen ISO speed gebeuren. Oké, we hebben hier weer iets van voetbal. Wajo. Oké, dit moet een goal worden. Dit moet een goal worden. Hij zal het juichen. Terwijl de goal nog niet gemaakt is. Juich nooit te vroeg, bro. Hij gaat missen, hè. Hij gaat missen. Hij mist. Hij schiet hem op de paal. Oh, ho, ho. Besef ook dat er waarschijnlijk duizenden mensen in dat publiek zitten die echt denken, wat een loser. Oké, wat hebben we hier? Hoi, joh. Oké, kijk, hij is helemaal aan het juichen met de camera. Hij denkt al dat hij gewonnen heeft. Maar je hebt nog niet gewonnen. Het gaat door. Oh, en nu faalt hij. Oh nee, hij faalt niet. Oké. Okay. Oh, het ging uiteindelijk nog best wel goed. Hij juichte. Hij dacht al dat hij al had gewonnen. Hij had nog niet gewonnen. Maar hij ging er ook niet af door. Dus hé, dat is nog best wel cool dus. Oh, we hebben weer iemand die te vroeg juicht in dit bekerstapelen. Blijkbaar gebeurt het vaak bij dit bekerstapelding. Bang, bang, bang. Hoppakee. En... Oh, ik denk dat de toren officieel niet mag omvallen. En dat viel om omdat hij iets te luid juichte. Oké, we hebben hier een basketbalwedstrijd. Er is nog maar 2 seconden over. Ze scoren in de laatste 2 seconden. Waarbij ze denken, we hebben gewonnen. Maar iemand schiet van super ver af, waardoor hun hebben gewonnen. Letterlijk 50-49 hebben ze gewonnen. Je zag zeg maar rechts onder de scoren. En ja, ik vind dat zo ziek als ze in de laatste seconde van basketbal dus nog op zo'n manier scoren. Dat is gewoon net een film eigenlijk. I'm putting Seljan, aka Pineapple, to the test. Because she always falls asleep early on FaceTime. Hang up. Ending note. Deze gast is aan het FaceTimen met zijn vriendin. En Hello. Die vriendin doet Wake net alsof up. Ze Hello. In slaap is gevallen. Hallo. En hij heeft een idee. Kijk, dat is het geluid als je ophangt. En kijk, nu wordt ze wakker. Maar, wajo, ze was gewoon nep aan het slapen. Deze gast heeft haar keihard geëxposed. Ja, waarom? Waarom doet ze dit? Waarom kan je niet gewoon doei zeggen op een normale manier? Waarom moet je net alsof doen dat je in slaap valt? Hij juichte te vroeg. Hij werd gewoon op de laatste seconde nog ingehaald door iemand. Terwijl hij aan het juichen was. Ja, dat is letterlijk de definitie van te vroeg juichen. Dat publiek is ook helemaal van, wat gebeurde daar? Besef, dan heb je echt uren een marathon zitten rennen. En hoor je op de laatste seconde ingehaald omdat je te vroeg juicht. Oké, wat hebben we hier? Mbappé. In ieder geval zet de shirt van Mbappé aan. Maar ze gaat te vroeg juichen. En ik denk dat het iets met voetbal te maken heeft. Oké, en hij gooit ze in de basket. Dat is 1. Waarschijnlijk gaan ze hem allemaal in de basket doen. Dat is 2. Hoppa. Dan wordt dit nummer 3. Ja hoor, dat is goed. Nummer 4, die gaat waarschijnlijk ook erin. Bam, alsof het niks is. Dan wordt dit nummer 5. Die gaat er ook in. En dan doet zij nu nummer 6. En zij gaat waarschijnlijk nu al juichen. Van ja, we hebben het gehaald. Maar de 6e gaat mis. Oei. Hij kon de druk niet aan, denk ik. Oké, we hebben hier een potje Jenga. Ja, nee, toch niet. Je juichte te vroeg. Ja. Dit zijn dus mensen die te vroeg juichten. Ja, ik vind dit soort video's echt altijd hilarisch. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Oftewel meer mensen die te vroeg juichen? Klik dan snel op deze video. Ja, deze mensen juichen ook allemaal veel te vroeg. En het is echt hilarisch. Dus hey, kijk snel deze video. Heb je deze video al gezien? Vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. Want er komt elke dag een nieuwe video om 6:30. En dan zeg ik mik.